We staan hier bij de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Die wordt helemaal gedemonteerd en die wordt in Enschede opnieuw opgebouwd. Voor Groothuis betekent circulariteit dat je zuinig bent op de aarde, daar begint het mee. Zuinig zijn op grondstoffen en ja, materialen die je kunt hergebruiken, daar moet je zuinig op zijn. Wat we nu aan het doen zijn is gewoon een gebouw demonteren en op een andere plaats weer een nieuwe functie geven. Dus eigenlijk nieuw leven inblazen. Ja, het is eigenlijk uniek dat je een gebouw compleet demonteert. Dus voor ons als bouwer is het ook een hele nieuwe manier van werken. Want als bouwer ben je eigenlijk gewend om iets op te bouwen, maar niet om iets af te breken. Ja, nou, het is een hele nieuwe methode van werken. Daar zijn we heel blij mee hoe het gaat. Groothuis die is al heel lang met dit plan bezig om zeg maar de rechtbank te demonteren. Ja, dan vind ik het gewoon fantastisch als Groothuis dat we een kwartaalbijeenkomst hebben. Dat we ons personeel informeren over van waar we staan, waar we mee bezig zijn, hoe het gaat met de organisatie, ontwikkelingen over de organisatie, maar ook ontwikkelingen van projecten. En ik vind het gewoon heel gaaf dat wij als Groothuis met al het personeel gewoon in Amsterdam staan en zien hoe het project gedemonteerd wordt. Dus ja, hoe wij met circulariteit bezig zijn. En dat kun je alleen maar zien door het personeel gewoon mee te nemen naar de locatie. Ja, daar ben ik gewoon trots op.